Dames en heren, goeie avond en welkom op deze live webinar van Proximus in samenwerking met Sintra. Mijn naam is Mark Rosseel, intussen 40 jaar dienst op de teller bij Proximus en verantwoordelijk voor een nationaal team van business experts die voor jullie ondernemers klaarstaat bij het uitbouwen van jullie bedrijf en u te informeren. Sintra en Proximus hebben de krachten gebundeld om jullie ondernemers en startende ondernemers te ondersteunen bij het uitbouwen van jullie bedrijf en het laten groeien van jullie bedrijf. En daarvan is deze samenwerking een opdracht. We gaan het hebben vanavond over het opbouwen van een website. Want vandaag de dag is gebleken dat online aanwezig zijn, in covid-tijd heb ik het uiteraard over, aanwezig zijn online superbelangrijk is en het hebben van een website is daar één onderdeel van. En net daarover gaat deze avond onze webinar. Voor we ermee starten, nog een aantal praktische afspraken. Rechts onderaan op jullie scherm heb je de vragenknop. Maak er alsjeblieft gebruik van. De vragen komen bij mij binnen en die gaan we dan stellen aan onze coach Lieven, die er met veel plezier zal op antwoorden. Er is ook een survey ter beschikking en we zouden heel graag hebben dat jullie na de webinar deze korte survey invullen en dan kunnen wij daar ook mee verder. En tot slot wordt deze webinar opgenomen, uiteraard. We gaan u na de webinar de link daarvoor sturen, zodanig dat u op uw gemak nog eens kunt herbekijken of gefaseerd enkele zaken herbekijken. Voilà, dat was het. En dan geef ik nu het woord aan onze coach Lieven. Dank u, Mark. Ook in mijn naam. Goedenavond, iedereen. Ik mag niet vergeten om naar Ginder jullie te kijken. Hier staat het scherm met de presentatie. Maar ik zal jullie zoveel mogelijk in het oog proberen houden. Zoals Mark al gezegd heeft, als er vraagjes zijn bij mijn uitleg, laat ze gerust komen. Ik zelf geef al een 20, 22 jaar opleidingen en ook wat coaching aan een aantal organisaties, KMO's, met betrekking tot het digitale verhaal. En het is vanuit die optiek dat ik u een aantal tips ga geven bij concreet het opzetten van een website. Eerst even kijken, Sintra. Sintra met het Start Me Up-project. Waarom zijn ze partner en waarom is het interessant om dat Start Me Up-project te kennen? Wel, u krijgt daar een persoonlijke begeleiding van een coach en daarnaast kan u zelf een opleidingstraject samenstellen. Zeker de moeite als u in opstart bent om eens te gaan kijken naar Start Me Up, het project, op het domein succesvolstarten.be kan u die informatie vinden. De sessie vanavond, het webinar vanavond, bouwen we op rond 6 stappen. De 6 stappen die komen kijken bij het opzetten van een website, ongeacht of je dat allemaal zelf gaat doen of gaat laten doen samen met een websitebouwer. Daar kom ik straks nog op terug. We gaan het concept bekijken, nadenken over die concept, het design, wat dat verder gaat dan de kleuren en de pure opmaak. De inhoud ga ik u een aantal tips over geven. Het bouwen eigenlijk zelf. Ik ga u niet uiteraard leren programmeren, maar een aantal tips geven, kwestie van keuze van platform. Maar ook hoe je een website mobiel vriendelijk maakt en dergelijke. Ik ga u een paar tips geven voor het testen en dan ene keer als u lanceert, wat u na de lancering nog moet doen. Maar ik stel voor dat we eens beginnen met een poll. Dat we eens een vraagje lanceren naar jullie toe. Men is heel benieuwd, okay, welk type website denken jullie te lanceren? Een website voor gewoon contactopname, waar ik een contactformuliertje of een telefoontje eigenlijk pleeg naar jullie als dat je graag hebt. Een website waar je graag reservaties voor binnenkrijgt. Planningen, zaken ingepland worden, boekingen moest een restaurant zijn. Of een e-commerce site. Ben ik eens heel benieuwd welk type website jullie eigenlijk willen opzetten. En ik ga er direct nog een beetje op verder gaan, maar ik kan u nu al zeggen dat dat eigenlijk een van de eerste vragen is om te beantwoorden als u een site opzet. Wat wil ik uiteindelijk bereiken met die website? Het is niet gewoon informatie op het web gaan plaatsen. Het is niet gewoon een visitekaartje gaan lanceren. Het is eigenlijk dat u gaat nadenken dat er een bepaald doel aan is, zoals ik om te zeggen, vanaf contact opnemen tot en met
reserveren of eventueel online verkopen. En ben eens benieuwd wat jullie impact is, hoe dat jullie het zien, het opzetten van een website, hoe dat jullie dat zien. Dus je kunt A, B of C antwoorden. Veronderstel, Mark, dat er ondertussen nog geen vragen zijn binnengekomen terwijl we nog wachten op de pollresultaten. Nog geen vragen, nee. Oké. Okay. Ik zie de vragen, de antwoorden rustig binnenlopen. En we zitten een beetje, dat is enerzijds ook wel normaal, pakt het 40% van de mensen, zie ik nu al, van de aanwezigen van jullie, ik geef de website met een contactformulier. Trouwens al direct een kleine tip die ik u daarbij geef. Voorzien een contactformulier. Uiteraard ook andere contactinformatie. Zeker uw telefoonnummer niet vergeten. Als mensen tot bij u komen in de zaak, of dat dat de bedoeling is, ook niet vergeten om, uw adres duidelijk te vermelden. Maar in sommige gevallen, ik ga u daar straks een concreet voorbeeldje van geven, kan het ook interessant zijn om een offerteaanvraagformulier te voorzien. Ik zie dat 1 op 4 van de mensen van plan is om online te verkopen. Dat is ook wel interessant. Ik zal u een paar concrete tips geven over e-commerce. En als u daar concrete vragen over hebt, aarzel niet om ze te stellen. En 10% van de mensen verwacht reservaties, boekingen en dergelijke. Bedankt om te antwoorden. Gaan we eens verder gaan in de sessie en eens direct gaan kijken naar het volgende stuk, waarbij dat we gaan kijken, nadenken over het doel van uw website, over het concept van die site. Dus zoals ik al gezegd heb, en dat was eigenlijk de vraag bij de poll, is de eerste vraag die u zich eigenlijk moest stellen op het ogenblik dat u begint te werken aan een site, wat wil ik daarmee bereiken? En dat hebben jullie al gedaan, niet alleen via die poll, maar uit antwoorden van de poll kan ik dat een beetje opmaken. Waarom? Omdat in alles wat u verder oppakt, in alles wat u bedenkt, in uw volledig concept, zelfs in uw marketing van die site uiteindelijk, in de zoektermen die u gaat kiezen met betrekking tot SEO, is het belangrijk om er goed over na te denken wat wil u bereiken. Want dat moet in uw volledige site, uit uw volledige site moet dat doorstromen. Ik ben niet aan het zeggen dat gans uw site, als u een e-commerce site aan het maken bent, moet staan, volstaan met koop nu, koop nu, koop nu. Maar het is niet slecht om bijvoorbeeld als u informatie geeft, waar de mensen iets uit kunnen leren, tips geeft, dat daar toch ook links staan naar uw productpagina's. Als het de bedoeling is dat mensen bij u boeken of reserveren, dan is het niet slecht om hun daar soms via een call to action eens aan te doen denken. Als het de bedoeling is dat zij u een prijsaanvraag doorsturen, wel zonder daarin te overdrijven, is het niet slecht om daar de mensen naar dat prijsaanvraagformulier door te sturen. Dus het antwoord op deze vraag, wat wilt u bereiken met die site, heeft een impact op uw volledige concept, op het verdere concept van uw site. Ik heb hier een paar voorbeeldjes. Het eerste voorbeeldje is van een bouwbedrijf en hun bedoeling is om contact binnen te krijgen. Contact via telefoon, e-mailtjes die worden ingevuld, maar ook een contactformulier. Een vraag die ik vaak krijg van mensen is, ja, lieven, ik vul niet zo vaak formulieren in. Heb ik op mijn website een formulier nodig? Ik ga altijd zeggen ja. Ik zeg het nog eens, voorzien een telefoonnummer, voorzien een e-mailadres, maar vergeet ook niet om een contactformulier, naam, e-mailadres en uw vraag, om dat ook te voorzien. Waarom? Bijvoorbeeld in sommige gevallen op smartphone is dat soms iets eenvoudiger om dat in te vullen dan om de e-mailsoftware te gaan. Maar er zijn nog andere, mogelijk nog andere redenen waarom dat mensen soms ook het formulier invullen. En als dat bij u van toepassing is, voorzie misschien een iets uitgebreider alternatief, zijnde een offerte-aanvraagformulier, waarin dat u een aantal vragen stelt. En als mensen dat gaan invullen, dan kent u al iets meer over hun project. Dat wil daarom niet zeggen dat u onmiddellijk moet antwoorden met een prijs, maar dat geeft wel weer dat u contact met hen kan opnemen via e-mail of telefoon om concreter over hun project te babbelen. Ander voorbeeldje is de site van een hypotheekfirma, huislening.be. En zij willen dat u afspraken maakt met een adviseur. Dus zij hebben zo'n reservatie- en afspraakplansysteem. Zij hebben dat in die website zitten. En dan een site van een dame die ik ook ken, die nog niet zo lang opgestart is, maar wel met een redelijk leuk thema, is de site van Endless Sales. Een e-commerce site, online verkoop. Dus hier is het niet enkel de producten bekijken, maar zoals u allemaal weet wat e-commerce is, kan ik ook die zaken online gaan aankopen. Ook dat zit uiteraard door de volledige site en uw volledige traject van ontwikkeling van uw site, van design, concept, maar ook de promotie, ook het platform, is afhankelijk of u ja of nee een online shop wil opzetten. Dus toch wel ook een heel belangrijk punt om te bekijken. Dus het eerste puntje is, ga nadenken over wat wil u bereiken met uw site, wat is het doel van een site. En dan een domeinnaam.
U weet een domeinnaam, bijvoorbeeld het domein, de domeinnaam proximus.be. Daar is proximus het domein en de .be is de extensie. Wel, voor uw domeinnaam heb ik een aantal tips. Bijvoorbeeld, kies, om het uzelf gemakkelijker te maken, de naam van uw zaak als domein. Werkt u bijvoorbeeld als freelancer, zoals ik, dan kan natuurlijk de naam van uw zaak u zijn. Uw naam. Dus dan is uw naam uw domeinnaam. Sommige mensen vragen of dat een effect heeft op de zoekrobots. Ja, dat heeft zeker een effect op de zoekrobots, uw domein. Wat in uw domein staat. En als de mensen op die term gaan zoeken, dan hebt u een serieus tandje voor in de zoekresultaten. Maar de meeste mensen gaan toch denken dat uw naam uw domeinnaam is. Dus mijn advies is meestal, kies als naam van uw zaak, kies als domeinnaam, excuseer, de naam van uw zaak. De vraag is dan ook, welke extensie, een .be-extensie of een .com-extensie of een .eu-extensie? Wel, ik ga die vraag ook weer beantwoorden vanuit zoekrobot-oogpunt. Als uw doelgroep voornamelijk in België gevestigd is, probeer dan of ga dan voor een .be-extensie. Werkt u internationaal, maar echt internationaal, dan kan u een .com of een .eu nemen. En als u bijvoorbeeld naar België en naar Nederland werkt, dan is het misschien zelfs interessant om een .be en een .nl-extensie te nemen. Als u eens wil kijken of uw domeinnaam nog vrij is, dan kan u trouwens doen op sites van domeinagenten. En Proximus is zo'n domeinagent. Op proximus.be kan u checken of uw domeinnaam met de extensie die u wil, of dat die nog beschikbaar is of niet. Als u in opstart zit trouwens, kan natuurlijk de keuze van uw domeinnaam, de keuze van uw naam van uw zaak een beetje beïnvloeden en vice versa. Dus houd daar ook wel een beetje rekening mee. Maak het eenvoudig, uw domeinnaam. In de mate van het mogelijke, let op van cijfers, let op van koppeltekens. Niet te lang ook. Hè. U moet dat dan elke keer gaan beginnen spellen en dergelijke. Het kan misschien een heel goed gevonden naam zijn, maar soms is het wel een beetje moeilijk om die in te typen. Dus houd daar rekening mee. Hoe eenvoudiger, hoe beter. Maar in elk geval, denk snel aan uw domeinnaam. Check wat er nog mogelijk is. Bent u in opstart en nog aan het nadenken over de naam van uw zaak? Hou daar dan mee rekening eventueel bij de keuze van uw naam. En ja, als u toch nog aan het nadenken bent over een opstart, over uw naam, als u nog geen naam hebt gekozen, is het geen nadeel om in uw domeinnaam uw dienstverlening of misschien een belangrijk product van u te gaan vermelden. Dus dat erin op te nemen, eigenlijk in de naam van uw zaak. Veel dingen om over na te denken. Zoals ik gezegd heb, je kan dat op sites van domeinagenten proberen. Bijvoorbeeld bij Proximus kan u checken wat is nog vrij, maar is eigenlijk een heel belangrijke keuze. Volgend puntje is het... ik ging eens gaan kijken of er nog vragen zijn. Sorry. Ja, inderdaad, lieve. Katrien die heeft de vraag. Die is een kleine zelfstandige freelancer actief in de IT. Ze heeft geen nood aan een uitgebreide website met veel toeters en bellen, schrijft ze, maar wil wel online aanwezig zijn. Ze vraagt wat u haar aanraadt. Kwestie van oplossing? Ja. Kwestie van oplossingen ga ik straks op terugkomen, als we het over het bouwen hebben. Dat is een heel concrete vraag. Maar wat ik toch wel los daarvan aanraad, is oké, dat is een aanwezigheid, duidelijkheid, maar om toch ook na te denken over oké, ervoor zorgen dat in elke pagina een verwijzing zit, neem contact op, bel mij erop, zonder de mensen te veel te pushen. Maar ook al is het niet direct de bedoeling om daar 50 contacten eventueel per dag te gaan binnenkrijgen, wat ik een beetje begrijp uit die vraag, is het toch misschien wel interessant om, niet alleen interessant, geef ik het u absoluut het advies om toch te bedenken, ja, uiteindelijk wil ik toch wel dat ze contact opnemen op die of die manier. Dus vergeet dat toch niet. Puur een visitekaartje, dat zou ik eerlijk gezegd niet doen. Een visitekaartje waar op basis daarvan dat ik dan contact opneem, dat is eigenlijk al veel interessanter. Oké, dat is duidelijk. Erik vraagt, hoe belangrijk is een degelijke SEO en wat is de kostprijs daarvan? Kijk, twee vragen, twee interessante vragen. Ten eerste, hoe belangrijk is SEO? Cruciaal. Om u een idee, ik ben veel met statistieken bezig van websites, ook van KMO's, van e-commerce sites. Je mag toch ervan uitgaan dat gemakkelijk 40-60% van het bezoek van uw site, gemiddeld zie ik dat, binnenkomt via een zoekrobot zoals Google. Hier in Europa, Noord-Amerika is dat voornamelijk Google. Dus dat is een enorm belangrijk toevoerkanaal voor uw site. Wat dat daar de kostprijs van is? Wel, er zijn twee opties. Ofwel doet u dat zelf. SEO is steeds meer een principe van inhoud op zo'n manier gaan maken
En ik bedoel dat niet meer vol met termen en altijd hetzelfde woord, maar gewoon concrete, relevante inhoud, rekening houden met zoektermen waarop u wil gevonden worden. SEO gaat voor een groot stuk daarover. Dus eigenlijk kan u dat deel zelf, maar u kan zich daar ook laten door ondersteunen door externe partijen die dan met u gaan nadenken over welke zoektermen u wilt gevonden te worden, die dan met u gaan nadenken, hoe gaan we dat gaan implementeren in de inhoud en dat dan met u gaan opvolgen. Trouwens, Proximus heeft zo'n oplossing, maar daarover komt er direct nog een beetje meer. Dank u. Veronique vraagt zich af of je later nog de extensie kan wijzigen. Uw domein aanwijzigen, uw extensie wijzigen kan, maar er zijn verschillende maars. Aandachtspunten, ik zal het zo zeggen. Het eerste aandachtspunt is opnieuw die zoekrobots. Voor een SEO, ik ga nu een beetje opletten dat ik geen opleiding SEO begin te geven, maar voor zoekmachine-optimalisatie is wat men noemt de autoriteit en het vertrouwen die de zoekrobots in u hebben, is een belangrijk gegeven. En dat is natuurlijk gekoppeld aan elke pagina, dat vertrouwen. Vroeger was dat zelfs een soort score. En als u het domein of zelfs het adres gaat aanpassen, maar zeker het domein gaat aanpassen, dan moet u eigenlijk opnieuw beginnen. Dus wat dat daar meestal in aangeraden wordt, is stel nu dat u na een tijdje begint te zien, oei, ja, misschien, ik zit nu in .be, maar ik ga internationaal en ik ga toch liever over naar een .com. Wel, dan kan u ervoor zorgen dat bijvoorbeeld uw .com automatisch doorverwijst naar uw .be of uw .be automatisch doorverwijst naar uw .com. Dat noemt men een redirect, in technische termen een redirect 301. Dat wil zeggen een permanente doorverwijzing van bijvoorbeeld deze pagina of dit domein naar deze pagina of dat andere domein. Dan zou ik dat op die manier doen. Maar u kan altijd van domein wijzigen, maar hou wel rekening met die autoriteit, dat autoriteitsprincipe van zoekmachine-optimalisatie. Hou daar wel goed rekening mee, want het zou kunnen zijn dat je kwestie van autoriteit alles opnieuw moet gaan opbouwen. En dat is wel een uitdaging. Misschien nog een laatste vraag. En ik wil er meteen aan toevoegen, want er komen er meerdere vragen binnen. We gaan hoe dan ook na de webinar antwoorden op alle vragen. Maar de laatste vraag komt van Anne. Als je domeinnaam niet meer beschikbaar is, wat is dan het beste? De extensie veranderen naar .com of een andere? Of er de locatie aan toevoegen? Wat is uw advies daar? Dat is een goede vraag. Ik zou in elk geval als het kan op een normale andere extensie, dan is de vraag natuurlijk wat is een normale, een .com of een .biz of eventueel een .eu. Eventueel zou ik dan in die richting gaan kijken. Maar je mist een klein beetje van wat ik daarnet zei met die extensies. Als het goed klinkt, niet te lang is en niet te moeilijk is, kwestie van koppeltekens, dan zou het ook een optie zijn om daar eventueel een term, een woord of iets dergelijks aan te gaan toevoegen aan je domein. Dan moet je eens checken, spreek daarover eens eventueel met een aantal andere mensen wat zij erover denken. Als je zegt, kijk, moest dat mijn domein zijn? Spreek daar eens over. Een andere extensie kan, maar ik zal het niet te exotisch gaan opzoeken. Oké. Zoals gezegd, we komen straks nog op vragen. We gaan het straks nog over vragen hebben. Maar de volgende stap in het stappenplan is het design. En zoals ik daarnet al zei, design gaat verder dan de kleuren, de opmaak, logo, waar dat staat. Dat dat natuurlijk heel belangrijk is. Maar design is ook voor mij, misschien ben ik daar een beetje te dingen in, in de eerste plaats ook de structuur van de site, de navigatie van de site. En hier heb ik al elke keer bijgeschreven, bij de stap heb ik al eens geschreven in overleg met een websitebouwer. Zoals ik al zei in het begin, het kan zijn dat je website zelf gaat samenstellen. Ik ga je straks een aantal oplossingen laten zien waarmee dat kan. Maar het kan zijn ook dat je werkt met een externe partij die het voor u uitbouwt. Als u werkt met een externe partij, dan is dit bijvoorbeeld een fase waar die externe partij u zal bij adviseren. Nu, wat bedoel ik met de structuur? Een paar voorbeeldjes. Ik heb hier de site van een restaurant, Anton van Dijk. En zij hebben een navigatie bovenaan. Ik zie hier bij mijn presentatie daar de navigatie bovenaan, die bijvoorbeeld bevat contact, die bijvoorbeeld bevat over ons het menu, reserveren, de link naar de Facebookpagina van hen en hun Instagram-account. Wel, dat is eigenlijk die navigatie. Die structuur kan een hoofdstructuur zijn, kan eventueel een substructuur zijn. Ik zou niet met substructuren gaan beginnen werken in die navigatie. Dat zou ik nu persoonlijk niet gaan doen. Maar twee niveaus kan. Maar die structuur is eigenlijk voor een groot stuk de ruggengraat van uw site. Weet u dat gemakkelijk
één op de twee bezoekers van uw site niet binnenkomen via de homepage, die misschien via een e-mailtje die u hebt uitgestuurd, door een zoekresultaat in Google rechtstreeks binnenkomen op pagina X of pagina Y, bijvoorbeeld hier op de menupagina. Wel, veel mensen gebruiken dan ofwel de link naar de homepagina ofwel de navigatie om andere onderdelen van de site te gaan bekijken. Dus hoe dat uw site is gestructureerd, welke woorden dat daar zal staan, is eigenlijk heel belangrijk. En ook weer een extra tip in die navigatie, die ik trouwens niet te uitgebreid zou maken, misschien een 6 à 7 opties, neem daar ook uw belangrijkste call to action in op. Bijvoorbeeld, wat is hier voor een restaurant de belangrijkste call to action? Reserveren. Wel, dat zit in de hoofdnavigatie. In sommige sites zie ik dat zelfs dat stukje van de navigatie zelfs een ander kleurtje krijgt, zodat dat nog meer opvalt. Maar denk heel goed na over uw structuur. Bij de site van GreenKit, een ander voorbeeldje, heeft men ook weer een uitgebreide navigatie. Heeft men een onderdeel voor ouders, voor de kinderen, een blogonderdeel. Die structuur, dat is eigenlijk een interessant vertrekpunt en eigenlijk een belangrijk vertrekpunt voor het design. Kleine tip, u kan dat testen. Dus als u, stel nu, u maakt een e-commerce site. Het waren hier toch redelijk wat mensen die meevolgen die een e-commerce site willen opstarten, met e-commerce willen opstarten. En u bent aan het nadenken, oké, op welke manier ga ik mijn producten indelen? Maar ook voor de andere sites, op welke manier ga ik die site indelen? Wel, desnoods schrijf dat eens op papier of eventueel in een bepaald document, digitaal, print dat desnoods uit en leg dat eens voor de neus van familie, vrienden en kennis. En dan stelt u een vraagje. Moest u dat gaan zoeken? Waar zou u op klikken? Moest u dat gaan zoeken? Waar zou u op gaan klikken? En u zal heel snel zien of uw navigatie logisch in elkaar zit, duidelijk is of niet. En uw navigatie is uw ruggengraat van uw site, dus is uw eerste stap in het design. De volgende stap in het design is effectief die site gaan ontwerpen of, als u met een websitebouwer werkt, gaan laten ontwerpen. Wat eventueel zelfs ook mogelijk is, is dat u met een websitebouwer werkt voor het technische en met een grafisch ontwerper voor het designelement, de kleuren en dergelijke. Daar is het misschien een interessante tip. Ga zeker eens kijken naar voorbeelden op het web. U weet, op het web mag u stelen met uw ogen, maar niet met uw rechtermuisknop. Dus ga maar kijken op het web naar voorbeelden wat u goed vindt, wat dat volgens u qua kleurenstijlen zijn. Wees natuurlijk consistent met uw huisstijl. Dat is een heel belangrijk gegeven. En iets wat moet, is dat uw site mobielvriendelijk moet zijn. U moet ervoor zorgen dat uw site mobielvriendelijk is. En tegenwoordig wil dat zeggen, noemt men dat technisch, tussen aanhalingstekens, responsive. Responsive wil eigenlijk zeggen dat de layout van de site en de inhoud zich gaat aanpassen aan het scherm van de gebruiker. Dus je hebt dezelfde inhoud, dezelfde layout, maar die gaat zich soms opentrekken of voor smartphone of tablet een beetje een indruk. En dan komt alles onder elkaar. In bijna alle platformen, alle templates, elke oplossing die je tegenwoordig werkt, zal je een responsive site hebben. Mobiel moet. Waarom? Meer dan 50% van uw bezoek komt met een mobiel toestel, ongeveer eender welke sector dat u actief bent. Maar ten tweede is het ook zo dat ook weer voor de zoekrobots eisen dat uw site mobielvriendelijk is. Nu, in verband met dat responsive, een belangrijke tip, want bijna alle sites zijn tegenwoordig mobielvriendelijk. Maar nu is de vraag, hoe maakt je hem echt mobielvriendelijk? En wat bedoel ik daarmee? Stel nu, ik kom op uw site en u hebt een restaurant. Ik ga het eens eventjes gemakkelijk maken. Dan is uw telefoonnummer, het snel vinden van uw telefoonnummer, belangrijk. Als ik met mijn desktop of met mijn laptop op uw site terechtkom, dan staat uw telefoonnummer onderaan elke pagina in wat men noemt de footer. Dat vast onderdeel onderaan elke pagina. Maar ik kom met de smartphone en in plaats van dat gans naar beneden moet scrollen, zegt u, ja, de kans is groot dat als mensen met de smartphone komen, dat ze naar mijn contactgegevens, bijvoorbeeld naar mijn telefoonnummer zoeken. Dus dat u ervoor zorgt dat voor de smartphone-versie dat telefoonnummer bovenaan staat en aanklikbaar is. Responsive laat u toe om eigenlijk de inhoud aan te passen, niet alleen de layout aan te passen, maar ook te gaan bepalen welke inhoud verschijnt waar op het scherm, afhankelijk van het type scherm. Houd daar eens goed rekening mee. Misschien moet u dat niet doen van in het begin, als u al zoveel zaken te doen hebt bij het opstarten van uw site. Maar houd er rekening mee dat u eigenlijk kan definiëren. Als mensen met de smartphone komen, dan moet die grote foto misschien iets lager en die slagzin iets hoger. Dat is ook responsive programmeren. En eigenlijk zie je, de sites zijn nu mobielvriendelijk. Wel, nu kan de volgende stap gezet worden dat ze echt mobielvriendelijk worden, echt gemakkelijk om te gebruiken. Want een heel belangrijk gegeven die ook van toepassing is op die structuur, wat ik daarnet zei. Mensen komen niet naar uw site omwille van de gebruiksvriendelijkheid ervan. Maar mensen gaan wel weg van uw site omwille van de gebruiksvriendelijkheid ervan. Dus houd daar goed rekening mee als u uw site ontwerpt, dat die gebruiksvriendelijk is opgesteld, mobielvriendelijk is opgesteld, duidelijke structuur heeft.
Ik ben benieuwd, Mark, of er nu nog een paar vragen zijn binnengekomen. Inderdaad. Een vraag van Alex. Zou u meerdere structuren aanraden indien het een grote e-commerce plaats is? Dus meer dan 1000 producten. Meerdere structuren, dus uitgebreide navigaties in verschillende niveaus, veronderstel ik. Je kunt al heel veel... Stel nu, meestal heb je een hoofdnavigatie. Ik ben nu aan het doen of dat die horizontaal is, maar meestal is die tegenwoordig, dat is door het mobiele, wel horizontaal. U hebt uw hoofdnavigatie, waar dat bijvoorbeeld kan uw belangrijkste productgroepen in zitten, maar dat kan eventueel ook zijn productgroepen en dan oplossingen, zag ik onlangs. Hè. Dat op twee manieren dat ik bij het juiste product kan terechtkomen. Maar dan zijn er natuurlijk mogelijkheden om met een... wat men dan noemt een subnavigatie te gaan werken. Die kan aanklikbaar zijn op het ogenblik dat ik uw hoofdnavigatie aanklik, maar die kan ook pas verschijnen in de kop, bijvoorbeeld verticaal, op het ogenblik dat ik op een bepaald productgroeppagina zit. Dus als u een uitgebreide site hebt, en daarmee bedoel ik uitgebreid met heel veel inhoud en bijvoorbeeld veel producten en ook verschillende productgroepen en merkenpagina's en merkenpagina's per productgroep en de klant, het is toch wel belangrijk dat mensen, ongeacht hoe dat zij zoeken, snel vinden wat ze zoeken, dan is een interne zoek robot belangrijk, maar dan is uw structuur inderdaad heel belangrijk en dan kan dat met hoofd- en subnavigatie en daarin dan filters. Mijn advies is daar eens, ga eens gaan kijken naar de hele grote, laat u daarin inspireren. Sites zoals bijvoorbeeld Amazon, die hebben miljoenen producten, laat u daardoor inspireren over hoe dat zij het aanpakken, kwestie van navigatie. En u zal zien, u zal wel in de ideeën krijgen als u daar naar kijkt van, ah ja, ik kan die en die en die indeling doen, maar ik kan ook die sub-indeling dan nog eens die filters voorzien. Dus eigenlijk speelt u met een navigatie, eventueel een subnavigatie en dan filters. Oké, dank u. Mark heeft een specifieke vraag. Ik heb één dienst die ik wens in de kijker te zetten en die via e-commerce aan te kopen is. Is het aangewezen om naast mijn bedrijf zitten, zijn visitekaartje, een site te hebben voor enkel deze dienst? Ja, maar ik zou de beiden uiteraard constant aan elkaar linken, hè, in de twee richtingen, als dat de bedoeling is. Hè. Als dat de bedoeling is, zou ik de twee linken. Maar als u online wilt verkopen, dan is het gemakkelijkst dat u een online shop hebt. Een online shop heeft heel specifieke kenmerken, bijvoorbeeld die winkelwagenfunctie, dat online betalen functie. Dat zijn functionaliteiten die niet standaard in een gewone website zitten, die niet standaard voorzien worden bij de gewone website. Dus zelfs is dat maar één dienst, en dan zou ik dat zeker doen, maar niet vergeten om het op alle mogelijke manieren vanuit de inhoud, maar ook vanuit de navigatie, de beiden aan elkaar te linken. Mm-hmm. Oké, nog één van Veronique. Zijn er tips? Ja. Pardon? Dus, excuseer, maar ik zat nog één dingetje te denken. Misschien kan het interessant zijn, dat moet u bekijken. Je kunt ook werken met een andere domeinnaam. Maar u kan ook bijvoorbeeld zeggen shop.ubestaandomein.be. Mm-hmm. En excuseer me. Ja, nee. Duidelijk. Veronique vroeg zelf, zijn er tips voor een blog? Een blog op een site? Een blog, kwestie van tips. Wel, kijk, ik krijg die vraag vaak. En ik geef daar heel vaak hetzelfde antwoord op. En ik ga dat nu ook weer doen. En kijk, ik ben eerlijk gezegd al sinds ik het ken, dat is nu ongeveer een 18-tal jaar, zot van blogs. Misschien zelfs al langer. Ik heb er al enorm veel uit geleerd, heel veel inzichten doorgekregen en wat dan ook. En ik deel ook heel graag kennis. Dus ik heb ook eigen blog uitgeschreven en daaraan bezig geweest en alles dan ook. En die reacties die je daarop krijgt, gewoon het gevoel die je krijgt bij kennis delen, de leads, de contacten die je oplevert, als je dat goed doet, niet te commercieel, maar informatie geeft en dan zegt, ja, wil je daarbij geholpen worden, dan kan ik je daarbij helpen, krijg de contacten uit. Dat is allemaal fantastisch. Maar de kans is heel groot. En ik ben zeker geen pessimist, maar het is een beetje zo dat na een bepaald moment dat je gaat zeggen, ah, ja, wat ga ik nu weer gaan schrijven? Wat ga ik nu weer gaan maken? Waarover ga ik het nu weer gaan hebben op mijn blog? En in die mate was dat bij mij ook bij mijn blog. Ik was misschien niet verlegen om thema's, maar... Ik ga een gemakkelijk excuus gebruiken, kwam er niet meer toe. Ik wou bijna zeggen tijd, maar u weet dat wel zeggen. Ik maakte er geen tijd meer voor. Zodanig dat ik soms op sessies kwam en dat mensen tegen mij zeiden van lieve, ik ben er eens naar uw site nog eens gaan kijken, maar het laatste artikel dat je daar geschreven hebt, is 2 jaar terug. Ik zit dan ondertussen advies te geven aan mensen over een sterke website. Dus dat was wel een beetje schaamtelijk. Weet wat ik toen gedaan heb? En dat is eigenlijk de tip waar ik nu toe kom. Ik heb mijn blog van naam veranderd. Ik heb gezegd gratis informatie. Ik heb de datum van de artikels gehaald, zodat het iets tijdlozer is. Ik schrijf wel minder tijd
gebonden artikels. Die schrijf ik ook wel. En ineens lijkt het of ik gewoon een aantal pagina's met informatie heb op mijn site, zonder dat die druk van die blog daarbij zit. Want een blog is toch nog altijd chronologisch op een bepaald moment dat je een artikel schrijft en dat volgt elkaar op. Dus dat er een bepaalde tijdsdruk achter zit. Dus een tip is, deelt zeker kennis op je site als u daar tijd wil voor maken. Is een enorme goede manier om volk naar uw site te lokken. Vergeet niet, zonder te dwingend zijn, om daar af en toe eens een call to action in te stoppen. Maar tenzij dat je er echt enorme goesting voor hebt en geen enkel probleem mee gaat hebben om het blijven te doen en dat je in dat ritme zit, misschien is het interessanter om een blog te nemen zonder dat het eigenlijk een blog is. Dus een informatieonderdeel zonder dat gedateerd is op te zetten. Oké. Okay. Dit waren de vragen tot hiertoe. Volgende stap in onze traject is de inhoud. Kijk, eigenlijk kan u daar niet snel genoeg aan beginnen. In principe, ik zat erover na te denken dat ik de slides wil maken. Misschien moet ik de inhoud in het begin zetten. Bon, ik heb hem nu hier gezet, maar eigenlijk kan u daar niet snel genoeg aan beginnen. Wat inhoudelijk alles gaan uitwerken. En we hebben daarnet het al over de structuur gehad. En dan ga je eens gaan bepalen welke inhoud ga ik brengen. Bijvoorbeeld bij een e-commerce site is het heel interessant om in soort geraamtes te gaan denken en zeggen, oké, per product of zelfs per productgroep ga ik die en die en die en die en die zaken gaan meegeven per productgroep. Op die manier kan u bijvoorbeeld gaan werken in een e-commerce site. Maar ook op een niet-e-commerce site is het heel belangrijk om eens na te denken, wat ga ik zeggen? Ik heb daar een oefening voor die ik al lang met mensen doe. Ik heb niet lang over de titel van die oefening nagedacht. Dat noemt de 15 vragen oefening. En die 15 vragen oefening is een oefening die je op je gemak zelf kan doen. En dat is, je schrijft dus 15 vragen uit die u denkt dat mensen aan u gaan stellen. Eén keer dat u opgestart bent, bent u al opgestart. Die mensen vandaag gaan u stellen, dat kan aan alle types vragen zijn. Bijvoorbeeld, wat is uw telefoonnummer? Hoeveel kost het? Wat is de garantie? Waar bent u gevestigd? Hebt u parking voor de deur? Dat zijn allemaal vragen. Zo schrijft u er minstens 15 uit. En de oefening is niet schrijf dus 15 vragen uit waar u een antwoord op wil geven op uw site. De oefening is ook niet schrijf dus 15 vragen uit waar de site nu al een antwoord op geeft als u vandaag al een site hebt. De oefening is schrijf dus 15 vragen uit die mensen vandaag aan u stellen over uw onderneming of, als u het echt goed wilt doen, over een bepaalde productgroep. En waarom 15? Omdat ik zie als ik dat in groep doe, dan 7, 8, 9 vragen, dat komt er redelijk snel uit. Maar 15, dan moet men al een beetje verder gaan nadenken. En het resultaat zijn zelden onnozele vragen. Het resultaat is, ah ja, die vraag die krijg ik ook wel, maar ik had er in het begin niet aan gedacht. Dus pusht u zelf eens om die vragen uit te schrijven. En één keer dat u die lijst hebt, zijn het er meer dan 15, zoveel te beter. Eén keer dat u die lijst hebt, dan zegt u, oké, op welke vragen wil ik nu een antwoord geven op mijn site? En hoe zal ik dat antwoord geven? In tekst met foto, in eventueel een videootje bij een tekst. Op welke manier dan ook, in een tooltje, in een productpagina. Op welke manier gaat u een antwoord geven op die vraag? En zo zorgt u ervoor, dat moet allemaal niet van bij de opstart klaar zijn trouwens, maar dat u beetje bij beetje bij beetje zoveel mogelijk antwoorden geeft op de vragen die mensen hebben. Welke inhoud heeft een site nu nodig? Standaard zou ik zeggen, zeker uw contactinformatie, een over ons pagina. Niet vergeten uiteraard goed uw producten uit te leggen, eventueel uw diensten uit te leggen. En wat bedoel ik dan? Een pagina per product en een pagina per dienst. Niet vergeten. Dus eventueel als u merken hebt, als u een winkel opzet, e-commerce of niet, een pagina per merk. Beetje bij beetje groei daar naartoe. Nog een keer, dat moet niet allemaal bij opstart klaar zijn, maar groei daar beetje bij beetje naartoe. Denk daar ook over na bij je structuur. En dan bijvoorbeeld via een blog of via welk systeem, kennisdeling, extra informatie. Eigenlijk, de laatste is vooral de reden waarom dat mensen over je site naar terug gaan komen, er tegen anderen over gaan babbelen. Dat is die kennisdeling, dat is die extra informatie. Die standaardvraag waar ik een antwoord op krijg, dat is logisch, dat verwacht ik eigenlijk. Maar het is voor die extra info dat ik soms ga verrast zijn en zelfs, zoals ik net kom te zeggen, misschien dat ik over je site ga beginnen babbelen tegen anderen. En belangrijk daar dan is dat u eigenlijk, wat ik daar net ook al bij zei bij het begin van dit onderdeeltje, zo snel mogelijk begint dan het uitwerken van die inhoud. Want dat is uiteindelijk het grote werk. Het schrijven van die teksten. Het ervoor zorgen dat je sterke foto's hebt, video's hebt waar dat over nagedacht is. Overtuigend die zaken geschreven. Schermvriendelijk geschreven. Niet te lang, niet te uitgebreid. Maar toch voldoende informatie. Eventueel opzongen wanneer dat nodig is. Duidelijke titels. Dat is allemaal belangrijk en daar bent u mee bezig. Bijvoorbeeld de persoon die daarnet de vraag stelde met de 1000 of meer producten. Wel, daar
mag u niet op gaan beginnen randjes gaan afrijden op die productinformatie, want dat is de foto's en de teksten op een productfiche is de reden waarom dat mensen kopen of niet. Dus ook voor anderen, ook niet e-commerce site, die inhoud. Voor inhoud komt men naar uw site. En ik ben niet aan het pleiten voor lange teksten en ik weet niet wat. Ik ben wel aan het pleiten voor een site die standaard antwoorden geeft op de vragen die ik heb. Op alle pagina bijvoorbeeld uw contactinformatie. In een bepaalde structuur. Dat ik bepaalde antwoorden krijg op die of die of die pagina. Op welke vorm dan ook, maar dat het mij minstens geeft en eventueel die verwachtingen zelfs overstijgt met ja, informatie die ik misschien niet had verwacht, kennisdeling, de blog waar we het daarnet over hadden. Weet dat u natuurlijk kan geholpen worden door copywriters, fotografen, bij het uitwerken van die informatie. Misschien een tip voor de e-commerce mensen, maar ook voor de niet-e-commerce mensen. Foto's, ja, dat weet u, zijn enorm belangrijk op een website. Als u iets moet in video uitleggen, is video ook belangrijk. Nu weet ik dat niet elke starter, ik trouwens ook niet met mijn firmaatje, heeft nu het budget om nu telkens ja, voor elke productfoto fotograaf te gaan aanspreken. Dat lukt niet, maar wat dat u wel kan doen, heel wat fotografen doen dat, is dat u zegt dat u ze uitnodigt 1 of 2 dagen, dat ze met u gaan nadenken over het concept van uw foto's, een aantal foto's nemen, die stijl gaan doen, u gaan helpen eventueel als de e-commerce is met een studiootje te bouwen, dat ze u een beetje gaan coachen eigenlijk. En dan is dat al een stuk haalbaarder en kan u zelf foto's gaan beginnen maken. En als u dan toch uw eerste versie van uw inhoud, en dan bedoel ik vooral uw teksten, hebt uitgeschreven, dan kan u naar de volgende stap gaan. En de volgende stap is de SEO. Zoekmachine-optimalisatie, waar we het al eventjes over gehad hebben. Het is interessant om... U hebt de eerste versie van uw teksten, om dan die SEO-vriendelijk te gaan maken. Daarmee is dat al gebeurd. Een paar kleine tips daarbij. SEO-vriendelijk wil zeggen nadenken over de zoekterm waarop dat u met die pagina wil gevonden worden, of zoektermen. En een zoekterm kan bestaan uit 1 of meerdere woorden. Daarover gaan nadenken, uw tekst relevant maken, goede tekst gaan schrijven en die pagina bereikbaar maken via een duidelijke structuur vanuit andere pagina's naar uw website. De vraag is daarnet al gekomen, kan u zich daar laten doorbijstaan? Ja, dat kan uw webbouwer zijn, dat kan een externe firma zijn die u helpt bij zoekmachine-optimalisatie. Kan u dat zelf? Ja. Bestaan daar opleidingen voor? Ja. De moeite is ook wel om eens te gaan kijken naar de Proximus-site. Daar staat er op de blog staat er heel wat info over, van sociale media tot bijvoorbeeld zoekmachine-optimalisatie. Heel wat tips en artikels op proximus.be/business. Kan u daar gaan kijken en dan de blog daar. Er staan nog andere pagina's ook. Er zijn webinars, videolessen over SEO en over andere thema's bij het opzetten van uw website. De moeite om dat eens te gaan bekijken. Het is te doen. U moet de keuze maken. Gaat u dat doen? Hebt u er tijd voor? Ja of nee om daarmee bezig te zijn? Ik ga terug eens naar Mark gaan kijken. Mark, zijn er ondertussen nog vragen binnengekomen? Interessante vraag van Lieve. Ik heb geen Facebook-account en die wil ze ook niet. Ook geen Twitter, maar ze denkt wel aan een website. Mm-hmm. Hoe consistent is dit? Ik ben een eenmanszaak in een dienstensector. Kijk, ik denk dat dat... standaard zou ik eigenlijk zeggen, het is duidelijk, ik ben een beetje mijn antwoord aan het wikken en het wegen. Dus dan weet ik even. Standaard zou ik eigenlijk zeggen, wel een Facebookpagina, Twitter niet. Maar een Facebookpagina, dat heb je eigenlijk misschien wel nodig. Maar als u dat echt niet aanvoelt, als dat echt niet uw ding is, en je zegt, ja, ik ben inderdaad zelfstandig dienstverlener, freelance dienstverlener, voor mij is dat misschien wat minder van toepassing, wel dan zijn er nog heel wat voorbeelden die het ook op dit ogenblik zonder doen. Het voordeel van een website bijvoorbeeld ten opzichte van bijvoorbeeld een Facebookpagina is bijvoorbeeld die SEO waar ik het net over had. Ik kan u en uw pagina's van uw website, uw diensten en uw dienstenpagina's, kan ik terugvinden in de zoekrobots. En dat is al een heel stuk moeilijker bij posts op Facebook. Ik kan u wel vinden in Facebook op de naam van uw Facebookpagina of uw Facebookprofiel. Dat is dan uw naam of de naam van uw zaak. Maar die op inhoud is al een beetje moeilijker. Uw website kan u uitbouwen in uw structuur. Die website kan u uitbouwen in uw huisstijl. Dus ik vind een website inderdaad een eerste stap. En dan kijkt u of dat u het aanvoelt om ook op Facebook aanwezig te zijn. Maar u moet daar tijd voor voorzien. Daar moet u heel realistisch in zijn. Dat vraagt tijd. Dat is wel plezant. Als je dat doet, amuseert er u dan in. Dat is eigenlijk de belangrijkste tip die ik kan geven. Als u dat niet zo aanvoelt, wel concentreer u dan eventueel op die website, op kennisdeling. Laat daar uw autoriteit en uw kennis zien. En dat kan ook wel heel goed werken. LinkedIn is wel een platform waar ik zeker niet zou over twijfelen. Zeker als zelfstandige dienstverlening. Dat zou ik absoluut doen.
Absoluut. Dank u, lieven. Erik heeft de volgende vraag. Hoe kan je info beschermen tegen ongeoorloofd kopiëren bij kennisdeling, zoals bijvoorbeeld intellectuele eigendom of een uniek concept? Of, vraagt hij zich af, heeft het geen zin wanneer het origineel sterk genoeg is? Ja, kijk, Erik, dat is een heel terechte vraag. En een vraag waar soms mensen een beetje heel moedeloos en dingen van worden. Dat gaat van teksten die worden gekopieerd en op andere sites en te zien, letterlijk. Van alles wordt er gekopieerd. Kijk, hoe dan ook, en ik hoor dat een beetje uit het tweede deel van uw vraag. Weet u, als het digitaal staat op het web, dan kan ik het op de een of andere manier kopiëren en meenemen. Dus dat moet je heel bewust van zijn. Ik denk dat het al belangrijk is, of interessant, ik zal het zo zeggen, om aan te geven op uw site, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden, maar ik ga direct nog iets aan toevoegen, om eventueel aan te geven, oké, wat is echt copyright beschermd en wat mag u delen? Er bestaat zoiets als Creative Commons. Creative Commons is een in 180 landen erkend licentiesysteem die is opgezet om informatie te delen, bijvoorbeeld informatie van Wikipedia. En u hebt daar verschillende niveaus in, dat gaat ons een beetje te ver leiden. Maar bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen, die informatie over mijn product en die afbeeldingen, men staat daar rekening mee, dat is beschermd. En als, daar iets mee, als we dat ergens anders tegenkomen, ja, dan gaan we gerechtelijke stappen nemen. Los dan van het feit of je dat dan effectief gaat doen of niet. Maar u maakt dat wel duidelijk. Maar bijvoorbeeld dat blogartikel, dan mag u gerust de afbeeldingen van delen en dat mag een eigen leven gaan beginnen leiden. Bijvoorbeeld onder de restrictie dat telkens een bronvermelding moet vermeld worden. Dat zijn die niveaus. Dus ik zou heel bewust zijn van het feit dat alles kan gekopieerd worden op het web. Alles gewoon, zeer simpelweg. Dus dat je het echt 100% tegenhouden lukt, hoe dan ook niet. Ik zou daarom niet... Wat ik zou van opletten, is het achterste van mijn tong bij alles gaan laten zien. Als het heel specifieke productinformatie of kennis is, dan zou ik erover nadenken of dat je dat online zet. Maar u kan het misschien in andere manieren iets minder concreet online gaan plaatsen en toch nog antwoorden geven op vragen die mensen hebben. En u kan dan ook aanduiden wat... welke bescherming heeft en hoe dat u verwacht dat mensen omgaan met uw inhoud. Maar nog eens, ga er toch maar vanuit dat ook als het goede inhoud is, dat de kans groot is dat dat wel eens zal gekopieerd worden. En dan nog een laatste vraag van Axel in verband met content. Dat ga je mij moeten uitleggen, want ik weet ook niet wat een shutterstock is. Zou je dan met een shutterstock werken of wordt dit te vaak gebruikt om foto's te selecteren? Dat wordt heel vaak gebruikt. Je hebt er natuurlijk wel heel veel. Getty Images, Shutterstock. Dat is wel goed. Nu had er rekening mee. En het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hè. Dat besef ik. En op vlak van budget, op vlak van doen. Maar had er wel rekening mee dat natuurlijk authentiek beter is. Dus we hebben allemaal een smartphone waar je goede foto's kunt meenemen. Al dan niet of dat je samenwerkt met een fotograaf. Weet dat je wel heel goede stokfotodatabanken hebt. Trouwens, ik ken er een gratis pexels.com. Dat zijn gratis stokfoto's. Die mag u delen zoveel als je wilt, gebruiken zoveel als je wilt. Zijn er ook op. Maar dat is minder authentiek. In de mate van het mogelijke, ga voor, stilletjes aan, beetje bij beetje, authentieke software anders vertaald. Foto's of video's anders vertaald. Foto's en video's die u hebt gemaakt. Nu, wat dat bijvoorbeeld een stappenplan zou kunnen zijn, is dat u zegt, oké, bij de opstart van mijn site ga ik ervoor zorgen dat ik goede foto's heb, maar eventueel het grootste deel gevonden op databank X en databank Y, en die u dan mag gebruiken, sommige gratis en sommige betalend. Maar dat u zegt tegen uzelf, beetje bij beetje, als ik bezig ben, ga ik wel attent zijn om eens een nieuwe foto te nemen en die ga ik dan op de website gaan plaatsen en ter vervanging plaatsen van mijn stokfoto. Ik ga je nog één vraag stellen, lieven, want het is verschillende keren teruggekeerd. Je hebt het al over gehad, de SEO, de Search Engine Optimization. Kun je daar eens uitleggen wat dat precies betekent? Dus wel, niet voor iedereen duidelijk. SEO komt er eigenlijk op neer dat je gaat trachten op zoektermen die voor uw product of dienstverlening relevant zijn. Dus zaken waar dat u mee bezig bent, en dat gaat heel breed, dat is niet enkel een productnaam, maar dat kan even goed zijn een probleem dat u oplost, dat u daar goed op scoort in wat men noemt de organische zoekresultaten van een zoekrobot. De organische zoekresultaten zijn de zoekresultaten waar er geen advertentie voor geschreven staat. Dat zijn de organische zoekresultaten. En eigenlijk komt het op het volgende neer. Ten eerste dat uw inhoud, en dat gaat op dit ogenblik toch nog voornamelijk over teksten, dat die relevant is voor de thema's waar u wil op gevonden worden, dus die zoektermen.
Dat is een belangrijk gegeven. Dus dat u, als u wil gevonden worden op een probleem die mensen hebben en u wil daarop gevonden worden omdat u een oplossing daarvoor hebt, zorg er dan voor dat u inhoud hebt in tekstvorm die dat probleem omschrijft, die oplossingen omschrijft, die over dat probleem gaat. Dat is een eerste belangrijk punt. Tweede belangrijk punt, heel goed om rekening mee te houden, die ook een effect heeft op wat ik hier net zei met die inhoud. Eigenlijk zoekrobots zoals Google rangschikken pagina's binnen websites. Die rangschikken geen websites, die rangschikken de pagina's binnen uw website. Dus eigenlijk kan u elke pagina van uw site relevant maken voor een ander thema. Bijvoorbeeld hebt u een e-commerce site, dan is de pagina van product X relevant voor product X. Dan is de pagina van Y relevant voor Y. En dan is de merkenpagina, die een overzicht geeft van alle producten die u hebt binnen dat merk, relevant voor dat merk. Dus URL per URL, pagina per pagina kan u gaan optimaliseren voor een bepaald thema. Lees eens op de Proximus-blog wat meer tips over hoe dat u dan die inhoud relevant maakt. Dat staat er wel goed in uitgelegd en dat is te doen. Ik zeg het, hou rekening met het geven dat u pagina per pagina kan gaan optimaliseren. En Google houdt niet enkel rekening met die relevantie. Google houdt er ook rekening met wat u voorstelt op het web. Uw autoriteit per pagina, per pagina, per pagina, per pagina van uw site. En autoriteit krijgt u als goede, autoritaire sites links leggen van bij hen naar bij u. Dus een belangrijk stuk van SEO, die nooit niet stopt, trouwens, SEO stopt op zich nooit niet, is om links te krijgen van andere sites naar uw site. Dat is een heel belangrijk gegeven, ook om aan rekening te houden. En dat is iets wat constant, een constant proces eigenlijk is. Dat kunnen beroepsverenigingen zijn, leveranciers zijn, organisaties die u sponsort, public relations campagne, lokale pers, een gastartikel die u links of rechts schrijft, maar allemaal op gewone blogs. Dus relevantie en autoriteit zijn twee heel belangrijke principes bij SEO. Ik weet niet of er nog vraagjes zijn, Mark. Misschien nog één, ja, van Axel. Zou u een contactformulier gebruiken voor een B2B marketplace? En een contactformulier dan... Axel, als het niet erg is, ga ik u een vraagje terugstellen en antwoord er maar op. Ik kom er dan straks op. Een contactformulier per verkoper op uw marketplace of een algemeen contactformulier voor u als marketplace? Laat het maar weten en we komen er straks op terug. En bedankt in elk geval voor de vraag. We komen er zeker straks op terug, maar ik zal er maar wel doen aan, denken. Volgende stap in ons stappenplan is het bouwen. Het uitbouwen van uw site. Opnieuw twee opties. U maakt het zelf, u doet het zelf of u laat het maken. En goed nieuws, eigenlijk bestaan er tal van platformen, als u het zelf wil doen, bestaan er tal van platformen die u kunnen helpen dat u het zelf kan doen zonder dat u hoeft te moeten kunnen programmeren. Nu, eerst nog eens een pollvraag. Hè. Eerst nog eens uw mening. Ben ik benieuwd naar uw mening en dat is... hoeveel procent van jullie gaat de site denken, weet nu al, ik ga dat zelf proberen? En ik ga u direct een paar oplossingen laten zien als u dat zelf wil doen, hoe dat gaat doen. Of hoeveel procent van jullie, wie van jullie zegt, nee, ik weet nu al, dat is niet mijn ding, ik ga dat uitbesteden, ik ga dat aan iemand anders vragen. Daar ben ik eens heel benieuwd naar hoe dat de verdeling daar is. En ik heb het u al gezegd, ik zie de resultaten hier, dus het is daarom dat ik soms eens naar hier kijk in plaats van naar jullie. De resultaten beginnen stilletjes aan binnen te komen. Dus gaat u uw site zelf opmaken op dingen waarbij dat ik nu al zeg, moest u het niet weten, u kan eigenlijk zonder programmeren en zonder veel gedoe zelf een leuke site opzetten. Dat kan. Voor heel haalbare bedragen. Daar is eigenlijk een enorme evolutie de afgelopen jaren in gebeurd. Ik weet niet of er ondertussen trouwens al een antwoordje is gekomen van die vraag. Ja, toch wel. Axel. Van Axel. Wat schrijft hij hier? Algemeen contactformulier voor de marketplace. Naar de verkopers is er een mogelijkheid om te connecteren. Zonder twijfel, Axel was het. Zonder twijfel, Axel, zou ik zeker ook een uitgebreid contactformulier, al uw contactgegevens zetten. Ik ben soms met marketplaces bezig en als ik dan als... Misschien eindklant, maar natuurlijk wat dat voor het interessant is voor u als mogelijke verkoper op uw marketplace langskom. Als ik daarvoor langskom op uw site, dat ik heel gemakkelijk contact kan met u opnemen, leg het heel goed uit, de dienstverlening. Dus zonder enige twijfel, absoluut ja.
En ik zou dan misschien daar, kunnen daar dan opties in stellen. Bijvoorbeeld, stelt u de vraag voor een technisch probleem? Bent u al klant of hebt u een nieuwe scope? Vraag voor de sales. Zo zou je het dan eventueel ook nog kunnen met een keuzemenu, dat je direct weet wat de juiste persoon wordt doorgestuurd. Maar zonder twijfel absoluut ja. Maar ondertussen zie ik al heel wat antwoorden op onze polvraag. En 70% zegt zelf de site opmaken. 1 op 3 van de mensen zegt via hulp van een partner. Dat is eigenlijk wat ik een beetje de verdeling zie op de markt. Oké, bedankt voor het antwoorden. Ik ga je nu eens een paar oplossingen laten zien. Een paar oplossingen laten zien in een slide die ik al redelijk wat keren heb gebruikt. Ik heb het geprobeerd. Ik heb dat trouwens samen op basis van inspiratie van Proximus gekregen om dat uit te werken, al een tijdje geleden. Een horizontale as is eigenlijk een beetje het verschil zelf maken of laten maken. En de verticale as is een prijs. En die prijs is hier uitgedrukt per jaar. Ik ga je direct uitleggen waarom. Wel, ik denk niet dat uw eerste vraag is of je het zelf gaat maken of niet. Sommigen weten dat gewoon, anderen weten dat nog niet. Ik zou eerst eens kijken wat kan er. En als je een site opzet, anno 2020, en dat is ongeveer toch al de laatste 20 jaar zo, dan ga je dat opzetten met wat men noemt een content management systeem. Content management systeem is een software die er eigenlijk voor zorgt dat je de inhoud van je site kan beheren, kan uitbouwen, kan bewerken, SEO-vriendelijk kan maken, zonder dat je moet kunnen programmeren. Maar een content management systeem laat u zelfs ook toe om je layout, je structuur aan te passen, zonder dat u moet kunnen programmeren. Dat is niet noodzakelijk nodig. Zonder meer, het bekendste op dit ogenblik content management systeem is WordPress. WordPress heeft 2 versies. De bekendste versie is wat men noemt de downloadversie. Die is te vinden op wordpress.org. U kan daar die software downloaden, gratis downloaden. Die is in open source beschikbaar. Dus als u kan programmeren, kan u die code daarvan aanpassen. Om een idee te geven, 1 op 3 van alle websites op het web wordt geschat, draait op WordPress. Dus dat is gigantisch. Een gigantisch aantal. En als u zo'n WordPress-site, een WordPress-software, op een server zet, want u gaat natuurlijk uw website niet op uw computer thuis zetten, want als u dan uw computer afsluit, dan is uw website niet meer bereikbaar. Uw internetprovider zal dat ook niet zo graag hebben, tenzij dat je daarvoor betaalt, dat je op uw computer thuis uw website gaat hosten. Dus u gaat een dienstverlening onder de arm nemen, dat noemt hosting. Daar gaat u uw content management gaan opzetten op zo'n server bij een hostingfirma. Die hostingfirma de dienst is dat zij u zo'n servers of delen van zo'n server verhuren. En dan hebt u met zo'n WordPress een basiswebsite. U kan daar een layout op zetten in templatevorm. Dat kan u zelf. U kan dan pagina's beginnen bijmaken. En wat dat specifiek is bij WordPress, is dat het werkt met plugins. En een plugin geeft extra functionaliteit. Bijvoorbeeld de functionaliteit om uw inhoud SEO-vriendelijk te kunnen maken. Bijvoorbeeld de functionaliteit WooCommerce om van uw WordPress een online shop te maken. Zo heb je massas plugins. Dus met die WordPress als basis en daar plugins op, kan u ongeveer alles maken wat u wil maken. WordPress is zo'n content management systeem. U kan dat downloaden, zelf gaan installeren bij een hostingfirma, dat een beetje gaan configureren, een layout gaan opleggen, plugins gaan opleggen, dat beveiligen, backuppen en dat aan de praat houden. Joomla is een ander bekend platform. Voor grote sites is Drupal een heel stevig, robuust platform. Dat zijn allemaal platformen die qua basis voor een gewone, als ik het zo mag zeggen, groot of niet groot, dat doet er eventjes niet toe, site worden gebruikt. Systemen zoals bijvoorbeeld, zoals hier ook op de slide staan, PrestaShop of Magento, zijn content management systemen, maar specifiek voor e-commerce. Als u dat zou gaan downloaden, op een server gaan plaatsen, dan hebt u geen gewone site. Dan hebt u onmiddellijk, zonder dat u er plugins moet opzetten, een volledige e-commerce site. Hele goede systemen, heel robuuste systemen, 300, 350 standaard functionaliteiten in die basisversie, die trouwens gratis zijn te downloaden, die basisversie. Dus alle mogelijkheden. En waarom staat dat op de as van die €200 per jaar, als ik nu de hele tijd zeg dat dat gratis is? Wel, omdat de hosting moet je toch rekenen snel vanaf een €200 per jaar. En dat heb je wel nodig, die hosting. Dus dan moet je wel vanaf zo'n bedrag gaan rekenen. Daarom staat dat daar. Dat is 1 optie. Het voordeel van die opties is, als u het zelf doet, of u kan zelfs die platformen gebruiken bij een derde partij, een developer die voor u werkt op WordPress of die voor u werkt op Magento. Als u zo werkt of met uw websitebouwer werkt, dan hebt u een goede basis waar dat van gelijk wat van kan gemaakt worden, want het is open source, je krijgt de code mee. De plugins laten u toe om er extra zaken, extra functionaliteiten aan toe te voegen. Maar u moet het zelf gaan configureren. U moet het zelf up-to-date houden, die software. Beveiligen die software, backuppen die software.
Dat zijn uitdagingen. En soms kan die plugin eens gaan in conflict liggen met die plugin. En dan ja, is het een beetje stress en kan het zijn dat je website misschien eens een half uurtje plat ligt. Dus dat komt er wel bij. Zonder dat je moet programmeren, is het wel een beetje informatica. Vandaar dat je ziet, net zoals bij elke software dat er beschikbaar is, van Photoshop over de Office-pakket gaat in de cloud, zijn er ook content management systemen in de cloud. Dus daar is het principe anders. Daar moet u niks downloaden en niks op een server zelf gaan installeren. Daar gaat u naar een website. Een heel bekend platform bijvoorbeeld is Wix, wix.com. Voor e-commerce een heel bekend platform is Shopify. Daar gaat u naar die Shopify-site, gaat u naar Wix, logt u daarin, u kiest dan een gebruikersnaam en uw paswoord, u kan dat 2 weken gratis proberen. En dan kan u zelf, zonder dat u iets moet installeren, niet moet bezig zijn met de veiligheid, zelf uw site gaan uitbouwen. En u hebt daar heel veel templates, u kan de kleuren veranderen, de lettertypes veranderen. Dus u kan daar uw stijl aan geven, zoveel als dat u wil. En e-commerce, geen e-commerce, dat zijn schitterende platformen. En daar betaalt u dan een bedrag per maand. U moet alles zelf doen, hè? Dat is simpel. Uw inhoud zelf maken, uw SEO zelf gaan doen, uw layout zelf gaan samenstellen, zoals is op template. Maar u moet er niet kunnen voor programmeren, niet bezig zijn met die informatica kant. Zij zorgen ervoor dat geüpdate is, zij zorgen voor de beveiliging. Heel super toffe oplossingen, zeker voor mensen die willen starten, zonder veel investering snel iets doen. Tip die ik trouwens altijd meegeef is, steek vooral geld in uw promotie en niet te veel in de ontwikkeling van uw site. Tenzij dat u iets heel speciaal nodig hebt, is het vooral belangrijk dat er mensen naar uw site komen. En voor de rest, een e-commerce site is al heel veel ontwikkeld. Dus in zo'n platform zit dat allemaal in. Odoo, Belgisch platform, is trouwens ook wel interessant. Dus u hebt de downloaden softwares. Als je wilt gaan personaliseren, volledige controle wilt hebben, of je hebt die cloud-systemen. En dan kan u ja, alles op maat gaan laten maken bij een developer. Website development is een dienstverlening. Dus men zal u een offerte maken voor dat te ontwikkelen. Die offerte die houdt rekening met de dagen en de uren dat ze voor u moeten bezig zijn. Ontwerpen, programmeren, dat zal uw offerte zijn. Dat is dan in de meeste gevallen is dat dan een vast bedrag om je site te laten ontwikkelen en dan eventueel na een jaar voor updates te doen. Interessant is dat Proximus sinds een tijdje, een tweetal jaar, iets langer die ondertussen dan tweetal jaar, met de Proximus Biz Online, een heel mooie oplossing geeft, die eigenlijk tussen de twee zit, waar je een opmaat site kan laten maken. Dus een developer maakt je site, maar het is geen vast investeringsbedrag, het is een bedrag per maand. En ze geven nu ook nog eens, en dat is er heel interessant aan, dienstverlening achteraf. Maar Mark kan het nog iets beter uitleggen. Ja, ik zal er even bij komen. Inderdaad, de Biz Online is de naam van het product. Zonder te veel in detail te treden, we hebben 3 formules die op maat van uw bedrijf opgebouwd wordt. En dat wordt gedaan door een exclusief designer die met u samenwerkt, uiteraard. Die de input van jullie krijgt en die dan uw website volledig bouwt. Dus qua time-consuming, u hebt er al naar verwezen, lieven, dit wordt voor u gedaan, dus geen kopzorgen daar rond. Men bouwt die website op, volledig in lijn met uw verwachtingen, foto's, tekst en zo meer. Die staat binnen de kortste keren online, gaat heel vlug, reken 1-2 weken maximum. Uiteraard op en top beveiligd. De hosting gebeurt hier bij ons in België, uiteraard. En wat moet ik daar nog over zeggen? Dat de formules die we hebben een beetje afhankelijk is van de grootte die je wilt posten. Moet daar veel video, beeldmateriaal bij of niet? Is dat juist een visitekaartje? Dat bepaalt een beetje de prijs. En de SEO uiteraard en de Google Search Engine zit inderdaad inbegrepen. Dat was een vraag, dacht ik, van Dirk. In 2 van de 3 formules zit die inderdaad inbegrepen. Dus ook dat nemen wij voor onze rekening. Ik zou zeggen, als u daar meer interesse of meer wilt overlezen, ga zeker naar onze website, BizOnline, Proximus, of contacteer een van mijn teamleden. Maar daar kom ik straks nog over terug. Oké, merci, Mark. Alsjeblieft. We gaan eens terug naar het stappenplan. Dus we zitten aan het bouwen. We zijn aan het bouwen, het stappenplan. En net de platformkeuze, als u het zelf doet, moet u die keuze zelf maken. Als u dat via een developer doet, bijvoorbeeld Proximus, dan zorgen zij ervoor dat u het platform hebt, zoals ik al gezegd heb, updaten en allemaal die dingen. En dan ja, wordt er
samengesteld, eventueel geprogrammeerd, ontworpen, de layout op de site gezet. Dat is die bouwfase. In uw cloud-systeem, u doet dat zelf, met uw WordPress doet u dat zelf, via een partner, een externe partner, die doet dat dan voor u. Dat zijn de opties. En dan is een heel belangrijk punt, ene keer als u iets begint te hebben, niet alleen die structuur, wat ik u daarnet al zei, maar iets verder gaat, dat u gaat nadenken over de testing. Maar nog één klein ding. Het is eigenlijk heel straf dat ik dat vergeet, want het is een beetje mijn stokpaardje waar ik altijd over nadenk. Ik was al, dat testen eigenlijk ook. Maar nog één belangrijk punt. Kijk, een enorm voordeel van digitale marketing is dat alles meetbaar is. Enerzijds, alles is meetbaar wat er gebeurt. En ten tweede, alles is altijd aanpasbaar. Als u wil, kan u, als u een foutje ziet op uw website, als u een foto ziet die beter kan op uw website, als u een productomschrijving ziet die beter kan, dan kan u naar uw content management systeem gaan, u opent de juiste pagina, u past die tekst of die foto aan, u slaat op opslaan en uw site is aangepast. Zo werkt zo'n content management systeem. Dat is eigenlijk het principe daarvan. Dus u kan alles aanpassen en u kan alles meten. En wat is nu mijn advies om van bij de lancering, van voor de lancering, al rekening te houden met dat principe dat alles meetbaar is. En de concrete tip is, voorziet standaard twee softwares die achter uw website liggen. Twee gratis softwares die achter uw website liggen. Werkt u met een websitebouwer, die eist dan dat zij dat van bij de lancering voor u opzetten, niet achteraf, maar van optoning dat uw site online komt te staan, zelfs een beetje voordien dat die twee softwares erachter zitten. Bij Proximus hebben we het mij daarnet nog eens bevestigd. Is dat standaard ook zo als uw site, ongeacht of dat nu via een te downloaden content management systeem is, of het is via een cloud systeem, ongeacht, zorg ervoor dat u dat integreert, zelf integreert, die twee softwares. En wat zijn ze nu? Wel, ten eerste Google Analytics. Google Analytics is een gratis software van Google die u in een 100-120-tal rapporten zicht geeft op het profiel van uw bezoeker, welk type toestel, vanuit welk land, welke taalinstellingen, hoe vaak komen ze terug. Die u zicht geeft op via welk kanaal vinden ze, hoeveel procent komt via Google en wat doen die mensen dan. Hoeveel procent komt via die betaalde advertentie, hoeveel procent komt via dat kanaal. Dat kan u zien. En u ziet ook wat ze doen op uw site. Eens welke pagina's ze bekijken, welke pagina's ze niet bekijken, langs waar ze buiten gaan. En een heel interessant gegeven, wat het conversiepercentage is. Het conversiepercentage is het percentage bezoeken die overgaat tot een actie. Die actie kan zijn offerte aanvragen invullen, contactformulier invullen, een chat openen met u in de live chat, als u dat hebt voorzien, een afspraak gaan boeken, online aankopen. Wel, uw conversiepercentage is het percentage dat weergeeft hoeveel procent van uw bezoeken gaat over tot die of die actie. Dat is natuurlijk fenomenaal interessant. Want het kan zijn dat u wel veel bezoek naar uw website haalt, maar als uw website niet overtuigend genoeg is, geen call to actions bevat, dan is uw conversiepercentage laag. En dat is ook enorm zonde. Dus dat kan u zien in zo'n softwares. En wat kan u daar dan mee doen? Wel, uw website verbeteren. Zoals ik net kom te zeggen, als u zou zien dat uw conversiepercentage te laag is, dan kan u ervoor zorgen dat u meer, zonder te overdrijven, call to actions in uw pagina's inwerkt, oproepen om met u contact op te nemen, contactopname gemakkelijker maakt, desnoods, en dan zal u zien, dan krijgt u meer contactopnames. Als u ziet dat u meer uit Google-kanaal, dat u daar nog niet volop werkt, dan kan u uw SEO gaan optimaliseren. Nu, als u de informatie die nuttig is voor SEO wilt zien, dan is Analytics niet genoeg. Dan moet u een tweede toepassing van Google gaan opzetten, ook gratis, en dat is de Google Search Console. Google Search Console is een tool die twee grote functies heeft. Ten eerste laat het uw site constant babbelen met de zoekrobot Google. Dat is een heel belangrijk gegeven. Dus de zoekrobot Google komt constant langs op uw site en als zij daar problemen bij zien, dan zal die Search Console u dat zeggen. Daarvoor alleen al is dat de moeite. Trouwens, als u een nieuwe site opzet onder een nieuw domein, is de snelste manier om uw site kenbaar te maken bij Google is die Google Search Console. Dus als u die Google Search Console op het moment dat uw site echt lanceert al hebt op uw website staan, wel, dan kent Google uw site al op het moment dat u uw site lanceert en dan bent u terug te vinden. Dus zeker integreren. Tweede belangrijke functie van de Google Search Console is dat het de allerenige manier is om te weten te komen op welke zoektermen mensen uw site en de pagina's van uw site zien in de zoekrobot Google. Niet in andere zoekrobots, maar in de zoekrobot Google. Op welke zoektermen dat uw pagina's worden getoond, hoe vaak dat die pagina's worden getoond op welke zoekterm, hoe vaak dat men daarop doorklikt, over hoeveel mensen dat gaat die daarop doorklikken, en het doorklikpercentage dan eigenlijk, wat het percentage is die u ziet en doorklikt. En dan kan u
als je die Search Console data koppelt aan Google Analytics, kan je in Analytics dat nog eens zien. Als ze komen weet via die, op die pagina via Google, wat is dan de conversie? Hoeveel gaan dan over tot een aankoop, contact opnemen of wat dan ook? Kijk, het is onvoorstelbaar zonde als je je energie en of tijd stopt in een website en dan zegt, oké, hij staat nu online, het is nu goed, ik ga er niet meer naar kijken. Dan begint het eigenlijk pas, de optimalisatie. Meten en optimaliseren. Meten en optimaliseren. Optimaliseren van inhoud, optimaliseren richting SEO, optimaliseren van de verschillende promotiekanalen, de manier hoe dat sociale media erin is geïntegreerd. En elk van die acties die je doet, kan u kijken. Wat is het resultaat daarvan en wat kan ik daaruit leren om het de volgende keer nog beter te doen of om die fout niet te maken? Google Analytics, Google Search Console, van bij opstart zonder enige twijfel, voorzien, ongeacht of je het zelf doet of niet. Als je je site zelf maakt met bijvoorbeeld Shopify, typ dat eens in Google Shopify en Google Analytics en Shopify en Google Search Console en boom, u zal uitleg krijgen. Als u uw site laat maken door een developer, eis dat dat erachter zit, zoals dat standaard het geval is bij die Proximus Biz Online. Eis dat dat erachter zit. En trouwens, het opzetten van de Search Console en het opzetten van Google Analytics en de integratie in uw site, als men dat heeft gedaan, weet u hoe lang dat duurt? Misschien 20 minuten maximaal. Dus laat u daar ook geen te gekke bedragen voor aanrekenen als het externe zijn die het voor u doen. We hebben terug eens een aantal vragen. Zijn er nog vragen binnengekomen? Mark? Zeer interessante binnengekomen. Ik start met die van Lieve. Die verwijst naar de Easy Platforms waar je het er straks over had. Hoe veilig zijn die Easy Platformen? Zijn die GDPR-conform? De meeste van die platformen zijn zeker en vast GDPR-conform. Dan moet u eens altijd eens gaan kijken. Als u daarover twijfelt, ga dan eens gaan kijken in bijvoorbeeld hun functionaliteit. En dat staat er meestal wel bij. Als u dat nog niet hebt gevonden, stuurt ze een mailtje en vraag dan het advies. Eigenlijk is het zo dat als je ziet dat dat platform internationaal werkt, dan zijn ze GDPR-conform, want dan is Europa belangrijk voor hen. Hoe veilig zijn die? Meestal zijn de grotere platformen bij hun zijn die wel veilig. Waar dat wel een aandachtspunt is, is natuurlijk uw paswoord en uw lokale login. Daar moet je voor zorgen, sterk paswoord kiezen. Niet altijd laten openstaan, want in heel veel gevallen is het veiligheidslek op het niveau van de gebruiker. Maar de grote platformen mogen er toch zeker van zijn dat die heel veel tijd en ook heel veel geld stoppen in de beveiliging van hun platform. Want ja, een goede naam verliezen, dat kan heel snel gaan op het web en zeker voor zo'n platform. Ja, liever bij Proximus zit je goed in elk geval wat de veiligheid betreft met Biz Online. Hè? Ja. Bon, we hebben nog een vraag van Jeroen. Kan je de metadata van foto's of je pagina's gebruiken om onzichtbaar toch de gewenste kernwoorden op je pagina te krijgen voor de SEO-optimalisatie? Dat kan een beetje met wat we noemen de alt-tekst, de alternatieve omschrijving van die afbeelding. Kan dat inderdaad een beetje. Ik zeg niet dat die persoon dat zo gevraagd heeft, maar dat niet zo'n goede combinatie is in een zin, is SEO en proberen achterliggend dingetjes te doen wat ze niet weten. Het advies is absoluut, u kan die alternatieve tekst gebruiken door de foto te omschrijven. En natuurlijk is het logisch dat als u een foto hebt op een bepaalde pagina, dat die foto iets te maken heeft met de inhoud van uw pagina. Dus de omschrijving van die foto staat in verband met de inhoud van die pagina, dus is relevant met betrekking tot de inhoud van de pagina. Wat ik daarmee wil zeggen is, dat kan absoluut via wat men noemt de alt-omschrijving, maar ga daar geen 500 zoektermen in stoppen, want dat werkt totaal niet. Omschrijf uw afbeelding en zorg voor afbeeldingen die in context zitten van de rest van de inhoud op die pagina. Dan nog misschien een tweetal zeer specifieke vragen. De eerste komt van Elisabeth. Die vraagt of jouw web.be, ik weet niet of jullie bekend is, of dat het een goed platform is om een website te maken. Ik heb er al van gehoord. Ik heb er persoonlijk nog niet mee gewerkt. Maar ga eens gaan kijken. Moest je daarover twijfelen, ga eens gaan kijken naar de referenties. De kans is groot dat je een tweetal weken gratis iets mag proberen. Probeer dat eens uit. Probeer dat eens uit. Kijk of dat u dat ligt of niet. Naar welke functionaliteiten moet u kijken? Is het gemakkelijk aan te passen? Zijn de SEO-functionaliteiten aanwezig? Kan ik Google Analytics integreren? Kan ik de Search Console integreren? Kan ik ermee doen wat ik verwacht te doen? Dat zijn dingen om eens te gaan bekijken. Kan het in meerdere talen moesten dan nodig zijn. Dus ga daar eens naar gaan kijken. Ga eens naar de referenties gaan kijken. En kijk dan eens naar die website van die referenties. Loop daar eens door en kijk, werkt alles hier goed? Maar vooral, probeer het eens uit. Oké.
Erik vraagt zich af hoe ga ik te werk bij mijn bestaande website die al gehost wordt en bij aanvang door webdesigner gebouwd werd, maar die ik nu zelf volledig wil herbouwen met een cloud-toepassing met behoud van de huidige domeinnaam en hosting. Wel, wat je dan het beste doet, is uw site daarover natuurlijk misschien in gesprek gaan met die websitebouwer, zodat u eventueel informatie al kunnen doorgeven die u dan ook op uw nieuwe site kan hergebruiken. Afbeeldingen, teksten. Maar u kan uw website uitbouwen op zo'n cloud-platform. En als u zegt, oké, nu ben ik klaar voor het lanceren, dat u dan vraagt om uw domeinnaam niet naar de server waar de website nu staat gehost door te verwijzen, maar dat het wordt overwezen naar de server dan bij uw cloud-platform, naar het IP-adres die u doorkrijgt van uw cloud-systeem. Dus u maakt alles klaar. Op het moment dat het klaar is, dan lanceert u en dan wordt de website doorverwezen. En dat duurt 24 uur voor dat gans het internet die doorverwijzing mee heeft. Dat is een antwoord die een beetje in lijn ligt met de vraag die Els stelt. Stel, je maakt een website in Wix of bij Wix en je reserveerde een domeinnaam via Proximus. Bedankt, Els. Hoe kan je die linken? Ik zou zeggen, kom met je Wix-platform naar ons. Hè. Dan is het inderdaad. Dus u verwijst vanuit uw Proximus-domein, verwijst u door naar het IP-adres, de gegevens, de domeinnaamgegevens die u krijgt van Wix. En dan worden die perfect naar elkaar doorverwezen. Domeinnaam is eigenlijk gewoon een doorverwijzing naar een server. Nog twee stapjes die ik met jullie wou bespreken. Ik had er daarnet al zin in. Het testen. Vergeet niet te testen. Test zelf en testen is niet gewoon gaan kijken of dat online staat. En of dat alles, of dat de homepage wel werkt. Maar testen is proberen. Uw formulier is proberen. Als u online verkoopt, is proberen een aankoop te doen. Als u een planningssysteem hebt, dat boekingssysteem is proberen. Is testen en ook laten testen. Het is aan mensen vragen. Geef hun een opdracht en u kijkt mee wat dat zij doen. Dus testen, testen en dan is de lancering. Belangrijke tip bij de lancering, stel die niet uit. U kan zich niet voorstellen hoeveel projecten dat ik al gezien heb met fantastische ideeën waar enorm veel energie in gaat. En dat men zegt, ja, ik had het voorzien voor 1 oktober, maar ik ga het nog niet doen, want het is nog niet volledig klaar. Ik ga wachten tot 30 oktober of 31 oktober. En dan wordt het weer uitgesteld. Mijn advies is, hebt u een deadline gekozen, zorg ervoor dat er iets klaar is tegen die deadline, lanceert. U begint dan al bezoek te krijgen, eventueel contacten te krijgen. En zoals ik net zei, uw website kan altijd aangepast worden, dus kan ook altijd uitgebreid worden. Laat hem dan uitbreiden, leer over hoe die website wordt gebruikt, maar stel uw lancering niet uit, ga ervoor en besef één ding goed, een website is nooit klaar. Dus u hebt er altijd nog iets wat dat kan aan verbeterd worden. En dat sluit dan goed aan bij mijn laatste slide, wat na de lancering. Wel, zoekmachine-optimalisatie blijven doen, die links blijven krijgen, kijken hoe werkt het, wat werkt erin, welke zoektermen werken, welke nieuwe informatie moet ik bijmaken, of welke pagina's moet ik nog wat meer gaan optimaliseren, promotie voor de site, inhoud gaan vernieuwen, gaan updaten, inhoud gaan uitbreiden, dat blijft en blijft en blijft. En zoals we al gezegd hebben, bijvoorbeeld die zoekmachine-optimalisatie zijn zaken waar de Proximus Biz Online u dan bij helpt. Ik heb nog één vraagslide. Ik ben benieuwd of er nog wat vragen zijn. We hebben nog 2-3 minuten voor een aantal vragen. Okay, ja, er is nog een interessante vraag van Filip. Wat is volgens u een goede conversiepercentage? Voor e-commerce, want voor niet-e-commerce zijn er daar eigenlijk geen gemiddeldes van. Voor e-commerce, kan ik u zeggen, wordt het gemiddelde conversiepercentage voor een e-commerce shop wereldwijd, dat zijn dure producten, goedkope producten, wordt gemiddeld gezien als 1%. Dus 100 bezoeken, 1 verkoop. Dus ik zeg meestal, als u begint te zitten met een online shop rond de 3-4%, dan hebt u al een goed conversiepercentage. Maar dat groeit, dat ga je zien. Dat moet groeien, bijsturen, groeien, bijsturen. Maar voor e-commerce 3-4%. Als de bedoeling is offertes aanvragen of contact opnemen of boekingen, dan zijn er daar niet echt gemiddeldes voor. Maar dan zou je kunnen werken op de volgende manier, dat je kijkt wat is het nu? Wat is mijn conversiepercentage nu? En dat je bijvoorbeeld zegt dan, oké, ik probeer tegen het eind van dit jaar ervoor te zorgen dat mijn conversiepercentage met zoveel is gestegen en ik ga er die en die en die acties voor nemen. Dus dan kunt u uw huidige conversiepercentage als uw vertrekpunt nemen en zeggen hoe ga ik het nu beter doen. Oké. Heb je betaalplatformen zoals Aiden en Molly nodig naast de webshop? Als u online wilt verkopen en u werkt niet met een cloudplatform, dan hebt u inderdaad zo'n betaalplatform nodig. Dat is een beetje te vergelijken met het bankcontactbakje in een winkel. Dus zo'n platformen gaan de connectie maken tussen uw shop online, tussen de klant en de bank van de klant. En dat hebt u wel inderdaad nodig. Als u mensen wil laten betalen met creditcard, bankcontact, PayPal en andere systemen, hebt u dat nodig. Weet dat in
online platformen, die cloud-toepassingen zoals bijvoorbeeld Shopify, dat er al standaard toepassingen in zitten, dat ze altijd wel een oplossing al beschikbaar hebben. Als ik me niet vergis, bij de Proximus Biz Online kan men ook nu online verkopen. Is er ook een e-commerce systeem bij? Ja, klopt. Bij de webshop, en daar wordt er gewerkt met Molly, als ik me niet vergis. Ja. Dus dat is een standaard connectie met Molly. Ja. Ja. Molly is wel een heel goede dienstverlener. Trouwens, had ik nog vergeten te zeggen daarnet, voor de Biz Online van Proximus hoef je geen klant te zijn. Okay. Iedereen kan die bestellen. Een interessante, zijn er alternatieven voor Google? Vraagt de lieve zij af. Voor de zoekrobot Google, wel op dit ogenblik moet je rekenen, zit Google hier bijvoorbeeld in West-Europa, België onder andere, met marktaandelen rond de 4-96%. Dus zijn er veel alternatieven? Er zijn er wel. Er is bijvoorbeeld Bing van Microsoft, maar daar spreekt over de kwestie van websitebezoek, is dat misschien 1-2% van alle zoekopdrachten. Je hebt een heel privacy-vriendelijke zoekrobot, die noemt DuckDuckGo. Is privacy-vriendelijk. Dat is wel een mooi ding. Ecosia, een Duits initiatief. Wat daar leuk aan is, als u daar klikt op een advertentie, dan wordt er een boom ergens geplant. Dus die hebben al een paar miljoenen bomen nu ondertussen geplant. Dus als zoeksysteem kan u die systemen gebruiken. Ook kwestie van SEO is Google wel de dominante speler om in aanwezig te zijn. Maar als u zelf gaat zoeken, is bijvoorbeeld DuckDuckGo of Ecosia, zijn wel goede zoekrobots. Sommige zijn zelfs gebaseerd op Google. Oké. Okay. Misschien nog eentje. Welke betaalplatformen zou u aanraden voor een marketplace? Dat is onze Axel. Betaalplatformen of betaalsystemen? Als betaalplatformen is, eerlijk gezegd, zonder te veel, Stripe of Molly zijn heel mooie oplossingen, heel betaalbaar. Als betaalsystemen hangt het een beetje af van, hangt het af van uw doelgroep, zijnde wie is uw bezoeker, hoe internationaal gaat u. Voor België bijvoorbeeld zeker bankcontact, ook overschrijving, creditcard, PayPal, bijvoorbeeld in Nederland. Een Ideal in Duitsland, zo voort. Dus pas u eigenlijk aan, kwestie van betaalsysteem, aan de gewoontes van, van uw doelgroep, zijnde de landen waar dat u zich naar richt. Mm-hmm. En dan als afsluiter, Ivan vroeg zich af of de Google Analytics inbegrepen is in de Biz Online. Wat zijn de verschillende mogelijkheden? Ik heb het daarnet al gezegd, ja, die zijn zeker inbegrepen, de Google Analytics en de SEO. Het hangt af van de formule die je neemt. We hebben 3 formules, maar ik zou aanraden, Ivan, om eens te gaan kijken op onze website. En indien nodig, als je daar de antwoorden niet vindt, neem contact met een van mijn medewerkers. Voilà. En daar komen ze al op het scherm. Ik kom er even bij. Mijn team is bereikbaar via onze website, proximus.be business. En daar, ze werken dus regionaal. Ik heb dat al gezegd. Dus u kunt perfect de medewerker boeken, zal ik maar zeggen, online voor een afspraak bij u thuis op de zaak of via de chat. U kiest wat voor u het gemakkelijkst is om de bijkomende uitleg omtrent Biz Online of elke andere vraag die betrekking heeft tot het beter beheren van uw bedrijf of het laten groeien van het bedrijf. Want daar dient mijn team voor. Die werken enkel uitsluitend met SE-klanten, small enterprises. Dat is van de zelfstandige tot de kleine KMO, tot maximum 10 medewerkers. Het is een nationaal team, dus we zitten over het hele land. En per regio zijn er dus beschikbaar voor jullie. Op de slide staat ook de link naar onze site. Hun telefoonnummer staat erbij, hun e-mail. En je kunt rechtstreeks een afspraak boeken in hun kalender. Ik zou zeggen, gaat er gerust eens kijken. Hebt u nog vragen na deze sessie? Stel ze gerust. We gaan zeker nog de vragen die er nog waren beantwoorden via mail naar jullie. En dan denk ik, lieven, dat we er zijn. Hè. Ja. Bedankt voor uw interessante uitleg. Bedankt, Mark, voor de moderatie. En bedankt voor jullie tijd. Succes, mensen, met een opstart. En misschien tot op een volgende sessie of webinar. Niet vergeten om de evaluatie in te vullen. Uw mening is belangrijk. En op die manier kunnen we de eventuele volgende webinars nog wel wat optimaliseren. Goedenavond en misschien tot binnenkort. Ciao.